U ziet een zespan paarden met getrokken krup, 7,7 centimeter, een veldatelierstuk uit 1905. Dit stuk van de brede artillerie wordt à la Domo bereden. Dat betekent met drie stuks ruiters die op het linkse paard zitten en het rechtse paard mee mennen. De stuksbemanning zit op de voortrein en op het kanonschild. Het zijn de partners van het Koninklijk Legermuseum die deze demonstratie uitvoeren, namelijk de VZW Traditie Artillerievereniging voor het zespan en de VZW Platform voor Belgische Militaire Geschiedenis voor de stuksbemanning. Dit geschiet binnen het project Onze Jongens in 1914, waarbij het leger van 1914 terug tot leven wordt gebracht. Deze zijn eveneens te bewonderen op Historia Mundi in de legerbasis van Braschaat op 28 en 29 juni, evenals op het Nationaal Défilé van 21 juli te Brussel, waar deze demonstratie de eer heeft de spits af te bijten. De ruiters zijn in groot tenue en de stuksbemanning is in gevechtstenue uit de periode vlak voor Wereldoorlog 1. De stukscommandant rijdt links voor en brengt het stuk tot op zijn vuurstelling. Bevoorraad in te staan. Toentertijd bracht een tweede zespan ook een gevulde munitiekissel ter plaatse die naast het kanon werd geplaatst. Het stuk wordt in batterij gebracht. De bemanning bestaat hier uit een stukscommandant, een richter, een lader, een schutter en twee bevoorraders. Het stuk zal ter afsluiting 5 schoten afvuren als symbool van de 5 oorlogsjaren waarvan de herdenking dit jaar aanvangt. Thank you.
Op het daar!